Hallo, ik ga je laten zien hoe je in de processinglessen van de dojo width en height doet. Dat is les 4. Je gaat naar de dojo, de website. Je klikt op processing. Je scrolt omlaag naar de lessen en je pakt les 4, point and random. In point and random leer je wat pixels zijn en hoe je die tekent en hoe je random, willekeurige, dingen doet. Pixels zijn de vierkantjes waaruit je beeldscherm is opgebouwd. En in oude games kun je die ook mooi zien zitten. In opdracht 1 moeten we deze code runnen. Dat gaan wij doen. Ik copy-paste het naar processing en ik run het. Nadeel is, je ziet nu niet heel goed wat er gebeurd is. Ik zal dus even een vergrootglas erbij pakken om te laten zien dat, je ziet in de linkerbovenhoek, zie je nu dat er een puntje in het midden zit. Ja, dankzij dat vergrootglas kan ik hem zien zitten, anders moet je zelf heel goed kijken. Ik heb dus een puntje getekend, ik zal hem nog een keer tekenen, in het midden van het beeldscherm. Ja, dus ik pak het vergrootglas erbij, hier zie je hem zitten, maar ik ga hem nu weer naartoe tekenen. Kijk, hoppa, hier. Je ziet hem nu dat ik hem mooi in het midden heb. Ik heb een puntje in het midden getekend van mijn window. Dat was opdracht 1. Als we ook naar de code kijken, dan zien we dat er eigenlijk maar twee dingen gebeuren. In setup, dat is datgene wat we in het begin van het programma runnen, maken we het scherm 300 pixels breed en 200 pixels hoog. En in draw tekenen we een puntje die 150 pixels naar rechts is en 100 pixels omlaag. Hij gaat dus de helft van de breedte naar rechts en de helft van de hoogte omlaag. Daarom staat hij in het midden. Hier in opdracht 1, in dit plaatje kun je de pixel ook goed zien zitten, ja, als je goed kijkt. In opdracht 2, teken een tweede puntje tussen de eerste en de bovenkant van het venster. We gaan naar de processing code toe. En ik moet dus een puntje tekenen die boven het eerste puntje zit. Dit is het eerste puntje. Dit is het eerste puntje. En het eerste puntje gaat 150 pixels naar rechts. Dat moet het tweede puntje ook doen. Maar hij moet hoger komen. Dit puntje, het middelste puntje wat er was, gaat 100 pixels omlaag. Deze moet dus 50 pixels omlaag. Ik pak dus deze code en ik doe 50 omlaag. Trouwens, de volgorde van deze twee regels maakt niet uit. Als ik hem nu run, dan zul je, ik zal het vergrootglas even bijpakken, zul je zien dat we nu twee puntjes hebben. Deze is in het midden en daarboven zie je het puntje daarboven. Het is ons gelukt. Volgende opdracht. De eerste pixel zit precies in het midden, oftewel de helft van de breedte van het venster op de helft van de hoogte van het scherm. Verander dat naar iets met width en height. Ah, dat is makkelijk. We zien dat 300 is de breedte van het scherm. En we doen hem halverwege de breedte van het scherm. Dus we doen width gedeeld door 2 in ons hoofd. Dat kunnen we in beide gevallen kunnen we dat zo neerzeggen. Van de opdracht moeten we de middelste pixel ook veranderen. Nou, het scherm is 200 pixels hoog. Pixel in het midden zit ook halverwege de hoogte. Dus height, dat is 200, gedeeld door 2 is 100. Deze pixel 50 zit op een kwart. Dus 200 gedeeld door 4. Dus de height gedeeld door 4. Height gedeeld door 4. Als ik hem nu run, zie je helemaal geen verschil. Ik zal hem even de vergrootglas erbij pakken. Je ziet ze nog steeds op dezelfde plek zitten. Maar het verschil is nu dat als ik het window van grootte verander, als ik de window nou bijvoorbeeld 600 breed maak en 400 pixels hoog, dan blijven de pixels netjes op een goede plek zitten. Dus in het midden zit er nog steeds één. En halverwege daarboven zit de volgende. Dus de pixels passen zich aan het scherm.
Nou, ik ga dit weer terugzetten naar 300, 200, want dat was de opdracht. Even kijken, in oplossing 3 zie ik dat we alleen de middelste pixel hoeven te doen. Nou ja, ik heb ze nu allebei gedaan. Opdracht 3.14. Oh, nou, daar moeten we dat eens doen. Dat heb ik gedaan. En hier zie je precies mijn code. Alleen bij mij staat geloof ik deze regel boven de eerste, maar dat maakt niet zoveel uit. Opdracht 4. Teken een nieuwe pixel in de linkerbovenhoek van het scherm. Nou, de linkerbovenhoek, dat is 0 pixels naar rechts en 0 pixels omlaag. Dus dat is heel erg makkelijk. We tekenen een puntje. 0 pixels naar rechts en 0 pixels omlaag. En het is ons alweer gelukt. Ik zal het vergrootglas erbij pakken. Kom een vergrootglas. En je ziet in de hoek, als je goed kijkt, zie je daar een zwart puntje. Volgende opdracht. Klik op. Uitstekend gedaan. De linkerbovenhoek gaat 0 pixels naar rechts, 0 pixels omlaag. Dat wordt ook wel een coördinaat genoemd. Dit puntje zit op coördinaat 0,0. Als we tegen de computer zeggen point 0,0, zeggen wij, lieve computer, teken een puntje op coördinaat 0,0. 0 hoeveel naar rechts en de tweede 0 hoeveel omlaag. Opdracht 5. Teken een nieuwe pixel in de rechterbovenhoek van het scherm. Gebruik width min 1 als eerste getal. Oké, de rechterbovenhoek is daar. Dus dat is zo breed het scherm is. Min 1 en 0 omlaag. Dat kunnen we. Ik ga naar de code toe. Een puntje in de rechterbovenhoek is width naar links en 0 omlaag. Maar we moeten wel min 1 doen. Anders komt het puntje namelijk net niet op het scherm. Dan hangt hij er net uit. En dus width is 300, vult hij in. Dus op 299 pixels naar rechts en 0 omlaag tikt hij de pixel. Ik ga hem runnen. En met het vergrootglas erbij kunnen we hem daar zien zitten. Mooi. Volgende opdracht. De volgende opdracht is teken 2 pixels erbij in de onderste 2 hoeken. Gebruik width min 1 en height min 1 op de juiste plekken. Ik ga eerst de linker onderhoek pakken. Deze pixel is 0 naar rechts en de hoogte van het scherm min 1 omlaag. In code is dat dus point 0 naar rechts en height min 1 omlaag. Ik run hem om even te kijken of het klopt. Ik pak mijn vergrootglas erbij en inderdaad, als je goed kijkt, zie je hem zitten. Nu moet er een puntje rechts onderin komen. Een puntje rechts onderin is zo breed als het scherm is naar rechts, min 1. En zo hoog als het scherm is, min 1, omlaag. Als ik hem nu run, heb ik ook, ik pak mijn vergrootglas erbij, hier ook een puntje getekend. Ook hier, als ik min 1 vergeet, dan zie ik het puntje niet. Volgende opdracht. We gaan nu deze code runnen. Dus we gaan onze oude code weggooien. Die hebben we dadelijk heus wel nodig gehad. Maar we gaan nu dit runnen. Ik ga dit weggooien. Hoppa, terug naar de code. Ik run de code. En ik zie dat er allemaal stipjes op het scherm verschijnen. Ik druk met mijn vergrootglas erop. Je ziet dat er een lijn komt waar puntjes op getekend worden. En dat gaat zonder een patroon. Dat gaat willekeurig. Dat gaat door toeval. In het begin zijn het er weinig en het worden er steeds meer. Dat komt door random 300. Random 300, dezelfde 300 als het scherm breed is, zegt, teken een puntje op een willekeurig getal, dus op een getal naar keuze, van 0 tot 300, van 0 tot en met 299. Dus het kan overal op het scherm zijn, maar hij moet altijd 100 pixels omlaag.
En dan krijg je dus dat hij hier langzaam deze hele lijn gaat vullen. Dat doe je met random. In opdracht 8 moeten we het venster 400 pixels breed maken. En we moeten in plaats van random 3 iets met width en height en zo doen. Oké, dat kunnen we. Ik maak het scherm 400 breed. En hij moest 100 pixels hoog. Ik wil een random getal van 0 tot 400. Maar 400 is de breedte van het scherm. Dus hier moet ik width invullen. En hij moet halverwege de hoogte. Dus hij moet niet 100 pixels omlaag, maar 50 pixels omlaag. Maar dat heb ik berekend door height gedeeld door 2 te doen. Hoppa, dat is me weer gelukt. En nu zijn we bij de eindopdracht. In plaats van de pixels op een lijn te tekenen, dus altijd even ver omlaag, moeten ze nu ook een random getal omlaag getekend worden. Heel veel succes met deze opdracht.